Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij op bezoek Gerard Aalders. Gerard, je was hier eerder om te spreken over de monarchie, of het koningshuis. Ja, een jaar geleden. Met Daniela Hooghiemstra. Klopt. En ik zag dat gesprek, omdat we toch naar Koningsdag toewerken. En toen dacht ik van, nou, verdorie, die moet ik nog snel weer uitnodigen. Want er is weer van alles gebeurd. En dat gesprek was meer historisch. Nou, ben je ook historicus. Ja. Maar ik weet dat je ook een boek in de maak hebt, waarin je ook meer over de actualiteit en de sociologie van het Koningshuis schrijft. Ja, de achtergronden. En niet alleen over de Nederlandse, maar ook over de buitenlandse monarchieën. Wel de Europese. Anders wordt het een beetje al te uitgebreid. Maar ik heb geprobeerd daar bepaalde overeenkomsten in te vinden. En dat is toch vrij aardig gelukt. Maar de bulk is toch wel over het Nederlandse Koningshuis. Maar een kleine vergelijking op zijn tijd vond ik wel leuk om dat tussendoor te doen. Je bent republikein, hè? Ja. Je plaatst echt grote kanttekeningen bij het verschijnsel Koningshuis. Ja, ik moet altijd lachen als mij die vraag wordt gesteld. Ik heb heel vaak de tegenvraag, heb die fasseur ooit gevraagd of hij monarchist was? Ja. Want als je zegt van, u bent republikein, of jij bent republikein, dan word je toch in de meeste gevallen in een bepaalde hoek geduwd. Je deugt niet helemaal, je denkt een beetje raar. Maar meestal is mijn antwoord van, ja, ik ben republikein en dat bespaart je een heleboel van die oranje sausjes die normaal een monarchist over zijn verhalen strooit. En ik ga ervan uit van, nou ja, als je bronnen goed zijn, en ik werk altijd met bronnen, met voetnoten, eindnoten, ligt aan de uitgever. Ik verantwoord alles en ja, je kunt natuurlijk over een analyse van mij kun je natuurlijk wel verschillend denken. Dat kan altijd. Dat is ook logisch in de geschiedschrijving. Ja. Maar je zegt dus eigenlijk van dat jij republikein bent beïnvloedt niet per se jouw manier van analyseren. Dat is in de toon wel merkbaar, maar het argument is toch ook. Ja, ja, ik heb nu eens prima te bestuderen als je monarchist bent. Ja, en dit boek was eigenlijk wel een beetje persoonlijk. Dus ik heb ook voorin gezet in de inleiding van ik schrijf dit boek als historicus en als republikein. Want het zal toch duidelijk zijn dat ik niet wegloop met de monarchie. En daar heb ik ook een heleboel argumenten voor. En die draag ik ook uitgebreid aan in het boek. Dus, ja. Maar dat ze me niet kunnen verwijten van, ja, historici die zijn zogenaamd objectief. En dat ben je bepaald niet. Hoe heet het boek dat binnenkort uitkomt? De toekomst van de monarchie. De toekomst van de monarchie. Wat eigenlijk niet mag voor een historicus die over de toekomst schrijft. Maar oké, goed. Ja, wat de monarchie speelt toch een belangrijke culturele rol in Nederland. Men heeft er toch ook wel een warm gevoel bij. Zeker sinds Maxima aan de zijde van Willem-Alexander staat. Ja. Hoe taxeer jij deze warmte, dit enthousiasme voor het koninkrijk? Bestaat die inderdaad of is dat ook maar een mediaframe? Nou ja, het is voornamelijk heel erg veel emotie wat erachter zit. Het heeft niks met een zuivere gedachtegang of een beoordeling van de werkelijke situatie te maken. Het is altijd puur emotie en dat is het eigenlijk al sinds de tijd van de stadhouders is dat zo geweest. En ja, je merkt het ook aan als er weer eens een enquête wordt gehouden. Ze staan trouwens behoorlijk slecht. Hè? Ze staan onder de 50% op dit moment met de populariteit van het Koningshuis. Dan heb je altijd de vraag van hoe vindt u, zegt de enquêteur dan, dat de koning het doet. En dat is een vraag die kun je niet stellen. Die kun je alleen maar stellen aan de minister-president. Want dat is de enige die weet hoe hij het doet. En de minister-president heeft op dat punt een spreekverbod. Die mag niks zeggen. Hij is ministerieel verantwoordelijk. Hij mag niet zeggen wat de koning denkt, vindt of ergens over napijnst of dat soort dingen. Dus die vraag is gewoon erg raar. Maar Gerard, vind je niet dat de koning een symbolische functie heeft voor een volk? En dat die functie, dat die symbolisch als die is, mediaal, cultureel, ritueel, aanwezig is en dus ook wel beoordeeld kan worden door burgers? Daar wordt het altijd wel op gegooid. En dat is natuurlijk al sinds de tijd van Badgett zo. Hè? De befaamde Engelse analyticus van het Koningshuis uit de 19e eeuw. Ja.
Ja, hij wordt altijd voorgesteld als de grote verbinder en als de hoeder van normen en waarden. En, dat zijn eigenlijk wel de kernzaken die hij dan moet belichamen. Maar dan kijk ik bijvoorbeeld, en dat vind ik wel een van de mooiste voorbeelden, naar onze koning Willem I, de grote verbinder. Die slaagde er toch maar mooi in om binnen 15 jaar de helft van zijn koninkrijk te verliezen, België namelijk. Dat heeft zich toen afgescheiden. En ja, dat kun je toch geen verbinden meer noemen. Dat is iets anders. En als we een... Maar misschien ook, bedoel, je kunt het ook uitleggen als een cruciaal verschil. Bijvoorbeeld toch een te Frans georiënteerd katholiek land. Bovendien dat heel financieel gezien anders in elkaar zit. En geen zin had in de Nederlandse schulden. Dat is een, hij zette een ook, knip die waar ook wel op een natuurlijke plek een ook knip dat past. In... Ja, ook wel in zekere zin. Maar heeft dus het... hij is geen expansieve koning gebleken, nee. Nee. Hij koos voor de kern. Dat deed hij ook, maar goed, Maar ik verdedig hem nu even. Kijk wat je daarop zegt. Dat mag natuurlijk. Dat zou nog moeten kunnen passen binnen de taakopvatting van de koning. Dat hij zegt, ik ben er voor mijn volk. En dat slaan kleef aan van wat verleden. Maar, het was toch ook degene die de taalstrijd er aardig aanwakkerde door op allerlei cruciale posten in België Nederlandstalige ambtenaren neer te zetten. En ook vaak natuurlijk nog niet-katholieken, waar hij een hekel aan had. Dus dat waren allemaal hervormden of protestanten, hoe je het ook noemen wilt. Dus hij heeft daar, die godsdienststrijd heeft hij daar lekker zitten aanwakkeren. Plus natuurlijk ook Je zou ook kunnen zeggen een beschavingsoffensief. Dus hij heeft het Nederlands gestandardiseerd, het Nederlands naar... Maar we hadden het over verbinden en wat hij deed. Je stelt geen ambtenaren aan die uit het buitenland komen, vanuit Belgisch perspectief. En je laat het Nederlands niet als taal prevaleren boven het Frans in een deel van het koninkrijk waar het bijna uitsluitend Frans wordt gesproken. Ik vind dat niet veel met verbinden te maken hebben. Nou ja, Nederlands was natuurlijk juist de volkstaal en de elite wilde Frans spreken. Dus er is toch wel iets voor te zeggen hoor, Gerard, dat hij daar een beschavingsoffensief vanuit een bepaald normen- en waardepakket ontketende. Vanuit Nederlandse optiek. Ja. Maar hij was ook koning van de Belgen. Hij was koning van der Nederlanden, de zuidelijke en de noordelijke. Ja. Maar goed, dat. Ik vind hem altijd een van de mooiste voorbeelden van de destructor, niet verbinder van van het koninkrijk. En als we iets verder, of als we naar de huidige tijd toe gaan, naar Willem-Alexander. Kijk, als je ziet die streken die hij heeft uitgehaald in de tijd van de coronacrisis, dan denk je verbinden. Die befaamde beruchte reis naar Griekenland, dat was natuurlijk erg dom om te doen. Rutte had nog gezegd van zoek vooral niet de grenzen op, hij zoekt ze wel op, figuurlijk zelfs, hij gaat er overheen, hij gaat naar Griekenland. Ja, dan komt hij terug met een smoes dat het hem zo gespeten heeft en dat hij het toch niet gezien had. Hij wordt geadviseerd, hij heeft adviseurs, maar ik denk dat hij vaak zegt van, jullie kunnen me de pot op, of ik luister gewoon niet naar jullie, of ik doe toch wat ik zin in heb. En een ander ding wat ik ook eigenlijk niet verbindend vond, was toen die nare oorlog in de Oekraïne uitbrak. En dan uitgerekend op die dag gaat hij op vakantie naar Griekenland. En hij zegt altijd, ik ben 24 uur per dag koning. Hij is dan ook het symbool van Nederland. En het symbool moet zich dan toch ook bezorgd tonen. En zeggen van, kijk, dit is een crisis. Niet dat het iets toe doet hoor, dat hij thuis blijft. Maar ik ben het symbool en dat breekt de grootste naoorlogse crisis sinds 1945 uit. Dan blijf ik thuis. Of ik stel mijn vakantie 1 of 2 dagen uit. Maar vertel daar eens wat meer over. Jij als expert, de vakantieobsessie van onze koning. Hij houdt van vakanties, hè? Dat is, hij heeft wat dat betreft echt een consumptief leven. Hij is de vakantiekoning, zonder meer. Dat, Ik vind dat zelf ook. Ik ben geen republikein, maar ik vind dat wel ingewikkeld aan zijn identiteit. Dat hij het leven van een... toch internationaal georiënteerde consument uitstraalt. Met zo'n broer, de huisjesprins Bernard. Ja. Een kapitalistisch, consumptief georiënteerd iemand die normen en waarden van de, bootjes in de grachten elite heeft, maar niet de normen en waarden van het volk, van de burgerij.
ben ook niet van intellectuelen. Ik bedoel, hij heeft echt... Ja, hij zwerft er een beetje tussendoor. Toch een beetje een Netflix-jetset-leven. Jetset, ja. Dat vind ik zelf dan wel ingewikkeld aan nog... het vertrouwen in de monarchie, dat het niet een staatsman is. Terwijl, die verschijning heeft hij natuurlijk ook. Want hij is niet alleen maar de vakantiekoning. Hij heeft natuurlijk ook dat staatsmanschap. Hij heeft het wel ook. Alleen het is wel, het is beperkt vergeleken met Beatrix. Kijk, staatsman vind ik voor hem een moeilijk woord. Hij is staatshoofd. Dat is wat anders dan een staatsman. Ja. Hij is officieel hoofd van de staat. Maar staatsman... Ja, kijk, we weten niet eens wat hij doet. We mogen dat ook niet weten. We hebben nou die podcast op dit moment van hem met 10... ik heb ze trouwens niet geluisterd, eerlijkheidshalve. Maar ja, wat daarin verteld wordt, heb ik hem ook weer laten vertellen... dat wordt toch wel een beetje gedicteerd door de RVD. Wat ik dan wel weer weet, want de RVD die controleert alle vragen van tevoren. Die heeft ook de eigen inbreng van... je moet zorgen dat dit wordt gevraagd of dat wordt gevraagd. Dus al die gesprekken, maar dat gaat met alle gesprekken. Alles wordt gestuurd, dus niks... spontaans, alles is gestuurd. Echt letterlijk. Hey Gerard, maar hoe kijk jij dan historisch? Hè? Want stel dat dit klopt, dat het alleen maar een sprookje is. Kijk, als we naar zo'n Willem 1 of 2 of zelfs 3 of bijvoorbeeld Beatrix kijken. Die koningen en koninginnen hadden wel macht. En daar wisten we ook wel van dat ze macht hadden. Soms was die macht natuurlijk niet groter dan het zetten van de handtekening. Maar niet alleen zonder die handtekening ging een wet er ook niet doorheen. Dat is bij bepaalde wetten trouwens nog steeds zo, maar niettemin. We weten ook van het wekelijks overleg met de koningin... Dat overleg is minder en minder en minder belangrijk geworden... en meer het karakter gegeven van we willen de koning op de hoogte stellen... terwijl het vroeger meer het karakter had van we willen de instemming van de koning of koningin. En dus mijn vraag aan jou is dan van, kijk, hoe kijk je dan naar het verleden... toen ze nog wel wat deden voor die rol... Dat staatshoofd dat geldt... was meer een staats... Het is meer en meer lintjesknipper geworden, dat zie ik ook wel. Tuurlijk, maar het waren de eerste twee Willems, dat waren absolute koningen. Het heette niet zo, het heette constitutionele monarchie. Maar die hadden dermate veel macht dat je gewoon van een absolute monarchie kunt spreken. En dat is... Met tot de grondwet, hè? Tot 1840. Nee, maar goed. Sinds Thorbecke, we hebben die grondwet gehad. Ja. En die was ook noodzakelijk, want ze zagen ook wel na dat gedonde met Napoleon dat er wat gebeuren moest. Ja. En hier moest weer iemand op de troon, het liefst een oranje, dat vonden de Britten. En dan heb je dan de driemanschap en die roepen dan op eigen initiatief. Ja. Roepen ze van, dan pakken we maar weer een oranje die daarvoor net gevlucht was. En afstand had gedaan, ook op papier van alles, want ik kom niet meer terug. Ik ben helemaal tevreden met de compensatie die ik heb. Ja, die komt dan weer terug als soeverein vorst. En dan twee dagen later benoemt hij zichzelf tot koning. En Willem de Eerste, je kunt natuurlijk van hem wel zeggen dat hij de monarchie of de economie enigszins weer op poten heeft gezet. Dat heeft hij gedaan. Aan de andere kant heeft hij er zo'n economische puinhoop van gemaakt, omdat hij Nederland en zijn eigen bezit, dat zag je eigenlijk als één ding. Er maakte hij nauwelijks verschil tussen. Hij is in de kolonie, vooral in Nederlands-Indië, toen heeft hij de Nederlandse Handelsmaatschappij opgericht, het huidige ABN AMRO. Daar is hij verschrikkelijk tekeer gegaan, daar heeft hij dat cultuurstelsel ingevoerd. Dus die arme mensen die moesten daar zaken verbouwen waar ze helemaal niks om gaven. Die wilden rijst verbouwen, het volksvoedsel. Maar het moest dan rubber en koffie en thee en tabak worden. En dat werd dan naar Europa uitgevoerd. Want het bracht het meeste geld op. Meer dan die rotreis. Daar hadden ze niet zo gek veel belangstelling voor. Maar het einde van het liedje was wel toen hij ermee stopte. En eigenlijk verhuisde naar Berlijn met zijn nieuwe Belgische vlam. Toen stond Nederland op de rand van de financiële afgrond. En dat is eigenlijk niet beter geworden onder koning Willem II. Die er maar 7 jaar zat en volgens mij wel een aardige man was. Maar ook weer met een schaduw, als we het dan hebben... Maar die heeft wel de monarchie ingeperkt, hè? Dus die heeft Thorbecke natuurlijk losgekomen. Ja, maar... tweede bedoel ik nu, Willem II. Dat is ook een verhaal. Hij was natuurlijk... Hij zou er van ene nacht zou hij dan van... zou hij dan liberaal zijn geworden? Zou hij dan die grote ommekeer hebben gemaakt?
Maar hij is gewoon onder druk gezet. Hij was biseksueel, dat was uitgekomen, dat wisten de ministers ook. Hij is dus met die biseksualiteit, wat in die tijd natuurlijk een ontzettende zonde was, dat kon helemaal niet. Inmiddels is het een deugd. Inmiddels is het een deugd. Het kan verkeren. Het kan allemaal verkeren, maar dat is tegen hem gebruikt. En wat andere dingen wat ze van hem wisten, want die heeft ontzettend veel rare dingen uitgesproken. En ja goed, die kon niet anders. En Willem III, die had ook helemaal geen zin, want die zat toen met een liefje ergens in Engeland. En die hebben ze dan toch weten te overtuigen om terug te komen. En dat koningschap, ja, hij was eigenlijk koning, want als je vader doodgaat als koning, dan ben je als kroonprins, dan word je vanzelf vol automatisch koning. En dan, ja, je kunt natuurlijk weigeren om je te laten inhuldigen. Ze kunnen je niet met geboeid naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam afvoeren en je de eed laten afleggen. Hoewel er voor Amalia, heb ik nu uitgevonden, zijn er toch 3 vluchtpogingen als ze echt niet wil. Als ze echt geen koningin wil worden, kan ze eronder uit. Oh ja, ja. Dus ze kan, haar moeder is Argentijns. Maar dat is al een enorme verzwakking van het instituut, hè? Want daarmee wordt het dus een keuze. En ja. Het hele idee van het koningshuis is dat het geen keuze is. Ja, maar het is eigenlijk... Ja, het is een soort van opoffering ook. Ze geven zich, nou ja, Amalia heeft al gezegd, ik geef mijn leven aan het Nederlandse volk. Niet voor, want dat betekent natuurlijk dat je niet overleeft. Maar ik geef mijn leven aan het Nederlandse volk. Ja, nou ja, daar schijnt ze dan vrede mee te hebben. En ja, ik moet ook altijd denken van, het is ook weer RVD goedgekeurd. Want dat in het boekje van Claudia de Breide staan... Er zijn aardig wat dingen in, maar alles wordt natuurlijk gedaan onder het toeziend oog van de Rijksvoorlichtingsdienst. Er staat ook helemaal niks spontaans in. Maar nou ja, als je haar dan daar bezig ziet, ik vond dat ze nogal ongelukkig keek toen in het Caribische deel van het Koninkrijk, zoals het dan zo mooi heet, op dat werkbezoek met paps en mams, waar ze dan geloof ik in januari, in februari zijn geweest. Ik had de indruk dat ze er nogal moeite mee had en dat... Nou ja, ze lachten wel, maar ja, dat moet natuurlijk ook. Maar dat komt allemaal toch een beetje geforceerd over. En ik denk ook niet dat ze... Maar goed, ik ken haar verder niet, maar dat ze erg gelukkig met haar rol is. Dus ik denk ook wel dat ze er tegenop ziet. En het is natuurlijk ook niet leuk. Als ze de boel aanklaagt bij het Hof in Straatsburg wegens kindermishandeling, dan wint ze waarschijnlijk het pleit. En, ja... Grappig, want als je dus zo ver meegaat met eigenlijk de moderne definitie van het Koningshuis als een keuze, iets wat je zelf ook graag wil, dan kan het inderdaad getuigen van ik heb er geen zin in zo'n foto waarop blijkt dat ze een beetje droevig kijkt en zo. Terwijl ik had meer het gevoel zelf van ja, ze vindt het, ze heeft het is ook wel een kruis dat ze draagt. Hè? Het is weliswaar een heel luxe kruis, maar ze moet ook in het reinen komen. Het gegeven dat zij in deze familie geboren is. Ja. En troonopvolgster is. Dus ik snap dat leed ook wel op een andere manier, in de zin van ze is aan te accepteren dat dit het is. Nee, dat snap ik ook. Ja. Ik vind het ook een vorm van kindermishandeling eigenlijk. Ja? Om iemand die geboren wordt als eerstgeborene, want ja, dat is natuurlijk het punt. En dat is ook het rare, van of je slim bent of dom of ongeschikt of puur ongeschikt, dat doet er allemaal niet toe. Het is eigenlijk, nou ja, de geboorte prevaleert boven alles. Als je als eerste geboren wordt in dat nest dan, of in die wieg, dan word je ontstaatshoofd. En dat zouden we van niks... Het is ook een functie waar een bepaalde karaktervorming belangrijker is dan je slimheid, hè, uitgedrukt in die IQ. Dat is ook een versmalling van waar wat belangrijk is. Dus ik weet niet of dat nou zo ergens een beetje... Nou ja, ze hoeven natuurlijk... Een vrolijke, goed georganiseerde koning, iemand die kan waarschijnlijk meer betere dingen doen dan iemand die heel super... Ja, dat is ook niet de vaardigheid die je nodig hebt, toch? Dus nou ja, wat ze moeten doen... Juist, het charmant aan de koning ook, dat het ook gewoon... Nou ja, charmant zou ik het toch niet, nee. niet nou, willen je, noemen, maar... Weet je, want dat is namelijk een klassiek argument voor het koningshuis... dat je zegt van ja, iedereen is in een bepaald lijf, in een bepaalde wereld geboren en moet... daarmee in het reinen komen. Dus je bent Nederlander, je bent bij een bepaalde familie, ouders die bepaald werk hebben, zekere talenten. En die moet je je toe-eigenen. En dat heeft iedereen. Dus het is in die zin ook helemaal niet zo bijzonder. Sterker nog, het is een uitdrukking van wat ieder mens eigenlijk heeft. Namelijk dat het geboorte uiteindelijk een zekere toevalligheid heeft. Alleen in dit geval is het wel een toevalligheid die... die culturele orde is heel groot. Die teelt je helemaal op boven de rest van de mensen.
Maar eigenlijk geldt dat natuurlijk bij andere mensen ook allemaal. Ik bedoel, je kan eigenlijk heel moeilijk het niveau van orde van je ouders en je familie ontstijgen. Dat is voor... Het is een uitvergroting van iets wat iedereen heeft. Namelijk toch, het leven is noodlottig. Bij hun is het natuurlijk wel heel erg extreem. En bovendien is het een staatsaangelegenheid. Ja, ja. En het is ook een aangelegenheid die de democratie direct raakt. Want het is ook het enige ambt wat geen enkele Nederlander kan krijgen, staatshoofd zijn. Dat kan niet. Dat vereist dat je dus in die bepaalde wieg geboren wordt. Als dat niet zo is, dan... Ja. En dat is ook mijn hoofdbezwaar. Dat is het allergrootste bezwaar. Kijk, dat het geld kost, dat weet ik. Een president kost ook geld. Dat is allemaal niet zo'n punt. Maar het allergrootste bezwaar is, wat mij betreft, toch dat... er zit een ongekozen iemand in het centrum van de regeringsmacht. Gewoon een blinde vlek. Waar we niks van weten, waar we ook niks van mogen weten. Als hij rare dingen zegt, dan moet Rutte in dit geval moet de schuld op zich nemen. Die is verantwoordelijk. Ik vind dat ook... Ja, ik vind het haast... Een vorm van kinderachtigheid die in deze tijd niet meer plaatsvindt. Een volwassen man die niet verantwoordelijk is voor zijn eigen daden, maar dat op iemand, grondwettelijk op iemand anders moet en kan afschuiven. Ik vind dat echt niet meer van deze tijd. Ik vind dat zo... Nou, waar het mij aan doet denken is dat die verhouding tussen democratie en monarchie is in die zin raar, dat je eigenlijk verwacht van een koning dat hij daarboven staat. Dus in bij de filosoof Hegel zien we ook die verantwoord het bestaan van koningen. Dat hij zegt van ja, de koning die brengt eigenlijk de hele... Dat is de spits van de politieke orde. En die doet ook niet veel meer dan het ondertekenen van bepaalde wetten. En het vormen van de spits van de gehele orde, van het hele bestel. Maar dat moet hij wel doen. En je ziet toch tegenwoordig bij Willem-Alexander en Maxima toch ook een zekere politieke kleur ontstaan. En een bepaalde misschien niet in partijpolitieke zin uit te drukken kleur, maar wel dat je denkt van ja, bijvoorbeeld die hele internationale oriëntatie, dat is inmiddels ook politiek. Hè? Ben je Nederlander? Wat is Nederlander precies, heeft Maxima dan ook gezegd. En daarmee is er natuurlijk wel iets van haar, moederschap van het, ik sta erboven, weet je wel. Ik ben degene die iets samenbrengt. En daarbinnen is er veel politiek gekonkel. Maar met dat soort vragen en antwoorden heeft zij zich wel meer gepositioneerd binnen het politieke debat. En dat vind ik eigenlijk lastig aan dit Koningshuis. Dat ze kunnen het eigenlijk niet dragen om erboven te staan. Wat vind jij van die lijn? Heb je ook het idee dat ze eigenlijk soort van toch in een bepaald politieke hokje zijn gaan passen met hun levensstijl, met hun keuzes? Over de keuzes en levensstijl kun je natuurlijk van alles zeggen, ook van alles vinden. Maar qua politiek, ja, eigenlijk weten we helemaal niks van zijn politieke denkbeelden. En mogen we ook niet weten, want de koning, omdat hij dus boven de partijen staat, mogen we ook niet weten wat hij denkt over, of hij links denkt, of hij rechts denkt, of centraal staat, of hij de PVV leuk vindt of zo. Dat is allemaal ten strengste verboden. En Rutte zal er nooit iets over zeggen. En als je kijkt naar de vorige premiers onder Beatrix en onder Juliana. Nou, ze hebben allemaal wel eens een keer iets gezegd, maar dat houdt toch echt met 10, 12 regeltjes houdt het wel op. Ja, maar het zijn wel belangrijke regels. Zo'n Beatrix die heeft op een gegeven moment wel een veeg uit de pan gegeven. Naar de populisten bijvoorbeeld, hè, de opkomst van van Fortuyn en Wilders. Ja. Daar heeft ze zich over uitgelaten. Dat was eigenlijk een moment waarop zij haar rol verloor. Nou ja, dan gaat ze zich dus mengen in een politiek debat. En dat zou niet moeten, want wat het politieke debat ook is, zij staat daar boven. Dat is haar taak. Dat zou ze moeten doen. Ja, wat dat betreft was Elisabeth van Engeland, die heeft dat, geloof ik, 70 jaar volgehouden. Die heeft 70 jaar lang geen boe of ba in het openbaar gezegd. Ze heeft geen één keer iets laten vallen, geloof ik, over Margaret Thatcher, dat ze dat niet zo'n aardige vrouw vond. Maar dat is in een heel beperkte kring gebeurd. En voor de rest 70 jaar lang niks. En ja, Beatrix liet toch wel eens haar voorkeur blijken voor... Maar dat komt dan weer via naar buiten toe over een beetje D66, Anke Haugt en dat soort dingen. Maar van Willem-Alexander bijvoorbeeld, ik heb geen idee waar zijn politieke hart ligt. Nee. Ik kan het niet, niet inschatten. Als je toch een gevoel hebt voor thema's waar hij mee bezig is, dan ontstaat er wel denk ik een politieke kleur. Dus normaal is dat internationale leven...
het consumptieve, dat vakantiegaan. De sport. De internationale microkredieten, überhaupt die NGO-sferen. Je hebt toch wel het idee dat hier een bepaald soort internationale elite dochter niet Nederlands recht laten studeren, maar zo'n internationale combinatiestudie in Amsterdam. Dit Koningshuis is altijd internationaal vertakt geweest, dat is duidelijk. Maar ook altijd met Nederlandse wortels. En je ziet juist dat ze die wortels er wel uit proberen te trekken. En daaruit, dat getuigt toch van de politieke opvatting. Maar hoe bedoel je de wortels eruit proberen te trekken? Nou, ik denk dat met een uitspraak als, wat is de Nederlander precies? Dat is eigenlijk de D66-VVD-blik. Daar werd... Dat was men ook erg boos over, hè, in Nederland. Ja, maar dat klopt. Dat is omdat het een politieke uitspraak was. Terwijl zij zelf dacht dat het een empirische uitspraak was. En nu denkt ze, of nu is ze dan bezig met de digitale euro. Die zit ze te veel te promoten volgens de Nederlandse Bank of het ministerie van Financiën. En er wordt dan iets van gezegd. En dan zal ze wel weer inbinden, hoogstwaarschijnlijk. Dus ja, op die manier kun je wel eens een klein vermoeden krijgen waar een denkrichting naartoe gaat. Maar eigenlijk ook niet veel meer dan dat. Oh. Hey, en hoe kijk jij die internationale vergelijking waar je over begon? Hè? Wat zijn andere koninkrijken die lijken op een Nederlandse? Waarvan jij ook zegt dat werkt eigenlijk beter dan bij ons? Of zo gek doen we het nog niet? Om te beginnen, als je kijkt naar al die grondwetten. We hebben natuurlijk Scandinavië, België, Luxemburg, Spanje. Wie vergeet ik? Engeland uiteraard. Als je die grondwetten bekijkt van al die landen, nou, Engeland heeft er toevallig geen, daar hebben ze geen geschreven, dan zie je in Nederland bijvoorbeeld, ik geloof dat 26 artikelen van de grondwet van de 124 die zijn besteed aan het Koningshuis. En dan zeg ik altijd, kom daar als familie Jansen of als de familie de Vries maar eens om. Maar dat is, naar mijn inschatting, is dat om een ondemocratisch instituut toch acceptabel te kunnen maken. Want waarom heb je anders zoveel artikelen nodig? 24, kunnen er ook 26 zijn, ik zit even te twijfelen. Ik bedoel, met een president hebben we dat niet. En Spanje, die kwam natuurlijk later weer terug in de monarchistische familie. Die heeft er ook een stuk minder, want daar is toen al behoorlijk van tevoren over gediscussieerd. Maar we hebben er heel veel, de Scandinavische landen ook allemaal. En ik denk dan toch dat het iets is om iets goed te praten, te manoeuvreren juridisch. Ja. Maar in feite niet klopt en niet deugt. En je ziet het in andere landen ook? Ja, in alle... Maar in Nederland toch, Gerard, dat is toch gewoon historisch? Ik bedoel, je kunt toch gewoon heel goed zien dat we hadden een koninkrijk en dat moest eigenlijk mee met de vaart der volkeren. Toen is dus die grondwet door Hogendorp en uiteindelijk Thorbecke en die mannen om hem heen gedefinieerd, geïnstalleerd. En dat was natuurlijk een temming van de monarchie. We zaten in de monarchie en toen moest daar dus parlementair democratisch instituut ingebed worden. Ja. Dus zo kan je dat historisch verklaren, dat die eerste reeks wetten allemaal gaan over die monarchie. Maar die hadden we misschien inmiddels gewoon moeten schrappen, bedoel je? Er zijn er ook wel eens wat aangepast door de tijden heen. Maar als je naar artikel 1 krijgt van de grondwet, dat iedereen voor de Nederlandse wet gelijk is, dan heb je maar één al van, ja, maar staatshoofd te worden. Iedereen kan alles worden, behalve staatshoofd. Dus, en dan staat er wel behouden enkele uitzonderingen, maar er staat niet bij van op grond van wel ras, geloof en dat soort dingen. Maar geboorte staat er niet bij, wat er eigenlijk ook bij had moeten staan. Staat trouwens wel in de Europese wetgeving, rechten van de mensen verdrag. Daar staat het wel in. Dus geboorte telt ook. In Nederland kan dat er natuurlijk niet in staan, want ja, dan heb je meteen ruzie met de grondwet, met artikel 1. En zo zijn er nog wel meer van die rare dingen die ook door de eeuwen heen, of de laatste 200 jaar een klein beetje zijn aangepast. Die grondwet is natuurlijk ook niet van alle tijden. Dus die wij hebben van 1813, die is wel degelijk aangepast. Het is trouwens een hele mooie site waarop je dat allemaal kunt zien, veranderd in en met allemaal pijltjes en verwijzingen. Oh, wat leuk. Dat is heel leuk, om dat te zien. En dan zie je ook wel een veranderende houding.
Maar ja, ik zie toch ook, en als je dan over die eenheid praat, neem bijvoorbeeld het Lo, dat is ook nog steeds, hè, het kroondomein, het Lo, waar gejaagd wordt, dat moet dicht. Vier maanden of drie maanden per jaar, omdat er dan ongestoord gejaagd kan kunnen worden. En nou, we maken er ons druk om, omdat hij subsidie krijgt. Maar hij mag eigenlijk helemaal geen subsidie krijgen, want de provincies geven subsidies aan de eigenaren van natuurgebieden. En dat is met het doel om de belastingbetaler mee te kunnen laten genieten van die gebieden. Maar hij is geen eigenaar, want zijn overgrootmoeder Wilhelmina heeft dat ding in dat kroondomein het Lo in 1968, geloof ik, aan de staat der Nederlanden geschonken. Maar wel met het behoud van het vruchtgebruik. Dus met andere woorden, zij mocht blijven jagen, zij mocht blijven kappen, ze mocht de huren blijven innen, maar het onderhoud enzovoort, dat kwam ten laste van de belastingbetaler. Dus wij zijn de eigenaar, of de staat, wij met z'n allen. En Willem-Alexander kan geen subsidie aanvragen, maar daar heeft Rutte wel op gevonden. Die heeft nu een soort van uitzonderingswet gemaakt dat de vruchtgebruiker van het Lo, die kan een speciale subsidie aanvragen bij het ministerie van landbouw. Dus er komt nog wat achter, landbouw, milieu, ik weet niet meer precies. Maar dat is gewoon een soort van cadeautje van de kant van het kabinet. Met veel kunst en vliegwerk wordt het instituut in de lucht gehouden. Ja. Wat, is er iets over het verleden te zeggen dat er minister-presidenten waren in Nederland? Daar valt altijd onder minister-presidenten, de koning. Algemene zaken. Ja. Onder de verantwoordelijke minister als er iets bijzonders is. Ja. Wat zijn er wel eens ministers en minister-presidenten geweest die wel die het instituut Koningshuis hebben bekritiseerd hebben, aan banden hebben gelegd, die niet mee zijn gegaan in het enthousiaste voortzetten? Balkenende bijvoorbeeld? Of hebben we toch eigenlijk een hele reeks van minister-presidenten gehad die allemaal meegaat in het verstevigen ervan? Nou ja, een boel leden toch een beetje een rubberen ruggengraat. Dus ze bogen heel vaak mee, want ze hebben een effectief middel, de koning en de koningen die we hebben gehad. Dat is namelijk dreigen met een constitutionele crisis. Dat heeft Juliana gedaan, dat heeft Beatrix gedaan, dat heeft Willem-Alexander gedaan. Dat hebben ze eigenlijk allemaal gedaan. Ook kroonprinsen, dat zijn de twee die voortijdig zijn overleden. En ze weten altijd van, zo gaan we dreigen met een crisis. Dan krijgt de minister-president de zenuwen, want dat is electoraal verdomd onverdelig. Om ruzie te krijgen met het Koningshuis, omdat ze zo'n grote aanhang in het land hebben. Ja. En dus hebben er alle belang bij, net trouwens als de parlementsleden, om al die narigheid die er voortkomt uit het Koningshuis, om dat zo snel mogelijk te dempen of liever nog in de doofpot te stoppen. Je hebt het toen het geval gehad met Juliana, die heeft zich verschrikkelijk ingespannen om die oorlogsmisdadiger Lagers, om die niet voor het vuurpeloton te krijgen. Daar had ze moeite met de doodstraf, hoewel ze wel een aantal van die doodvonnissen heeft ondertekend. Maar op een bepaald moment gingen de hak in het zand. En toen dreigde er crisis. En toen zei Drees, u zult toch moeten tekenen, anders dan... Dan treden wij af als kabinet. Dat was het hoogste drukmiddel wat Drees in die tijd had. En toen zei Juliaan, ach meneer Drees, dat is toch helemaal niet nodig. Dan treed ik wel af. Nou ja, dan krijgt Drees de zenuwen, want dan heeft hij een kabinetscrisis van je welste. En dan had de PvdA bij de volgende verkiezingen wel waarschijnlijk opgeveegd en weggebracht kunnen worden. Dus dat willen ze niet. En dat is, onder Den Uyl is dat ook gebeurd toen toen Juliana... of prinses Beatrix, Bernard eventueel veroordeeld zou worden, of er is eigenlijk nooit sprake van geweest, want dat heeft Den Uyl vanaf het begin niet gewild, ook vanwege electorale overweging. Maar toen Juliana heeft toen gezegd van als mijn man... Was dat vanwege Lockheed of vanwege zijn natieverleden? Was Lockheed. Lockheed. Als Bernard de doos in moet, zoals ze dat dan noemden, dan treed ik af. En toen kwam Beatrix heel snel erachteraan met de opmerking, maar dat weten we dus allemaal via Kamerleden met wie ze vertrouwelijk was,
dan treed ik niet aan. Nou ja, dan had je natuurlijk weer een fantastische crisis gehad. Hmm. En dat wilde de Nijl niet. Dus dat, maar het is eigenlijk om te laten zien dat ze met die met het dreigen, met een constitutionele crisis, dan nemen ze de minister-president min of meer in een wurggreep, in een houtgreep. En die moet dan van heel goede huizen komen, wil hij zich daar weer op een fatsoenlijke manier uitwerken. En dat werkt altijd. Maar nu op dit moment, wat is nog de handelingsruimte van de koning om dit te doen? Hij kan zeggen, dan trek ik de stekker uit het kabinet. Nee, dat kan hij niet. Hij kan alleen maar een conflict via het publiek uitspelen. Ja, of hij kan natuurlijk ook, maar ja, dat komt na verloop van tijd wel uit. Hij kan een wet tegenhouden die hem niet bevalt. Dus gewoon traineren. Wat in feite Juliana deed met Lakers, die kreeg dat doodvonnis om te ondertekenen. Die ging gewoon de la in. Nee. Daar deed ze gewoon niks mee. Dus ja. uitstellen. En dat kunnen ze doen. Maar ja, aan de andere kant, we weten natuurlijk wel ongeveer wanneer een wet is ingediend. En als het heel lang duurt, dan zullen Kamerleden gaan vragen van waar blijft dat? Dus op zich kan hij niet zo gek veel kanten uit. Maar uiteindelijk is het wel de minister die moet aftreden als hij niet meegaat. En hij... Ja, hij blijft gewoon zitten. Hij kan niet worden afgezet. Nou ja, dus dat verklaart volgens jou wel heel erg waarom zij zo leven als ze leven met alle privileges die erbij horen. Ja, ze kunnen ook vrij veel, ze kunnen heel veel doen. Ze krijgen ook heel veel gedaan van de minister-president. En Rutte is echt, wat dat betreft, die heeft echt een soepele ruggengraat ten opzichte van het Koningshuis. Ja. Balkenende was wat minder, die kon het minder goed met Beatrix vinden. Maar die moet het dan weer bezuren in die zin dat hij nooit minister van staat is geworden. Want het worden bijna alle ministers. En Beatrix achter de schermen, het was toch een mevrouw die wel van een beetje wraak hield en een beetje aanpakken. Hè? Je moet wel weten wie ik ben. En als je dat en dat niet doet, dan zul je dat merken. Dus, ja, alleen je hoort er heel erg weinig van. En in archieven, want ik ben een archiefrat, zoals dat eigenlijk heet in de termen. Ik heb de helft van mijn leven in archieven gezeten. Maar dan vind je ook bijna niks over de Oranjes. Je moet altijd zoeken op... Ik heb bijvoorbeeld heel veel over Bernard gevonden en bedrijven. En dan zoek je bij die bedrijven. Oh ja. En dan meestal hebben die dan wel... Dan zitten ze in een bepaald land, dan hebben ze contact met onze ambassade. En dan ga je dus in de ambassadearchieven van Buitenlandse Zaken... ga je zoeken of dat bedrijf erin voorkomt. Dus met de juiste naam waarvan je weet dat er connecties met Bernard lagen. En op die manier kom je eigenlijk heel aardige dingen te weten. Zijn er wel archieven van het Koningshuis of worden die echt die zijn, ja, deze, vernietigd? Ze zijn er wel, maar het gros wordt pas na 70 jaar vrijgegeven, als het vrijgegeven wordt... Er valt niet te wobben. Hè. Je kunt natuurlijk eisen dat je stukken wilt inzien, maar dat gaat dus de wob. Het openbare bestuur is net weer veranderd naar een andere naam. Maar goed, dat doet er niet toe. Daar valt het Koningshuis niet onder. En ja, alles wat ze eigenlijk willen afdekken en niet willen laten zien, daar weten ze een hele mooie bergplaats voor. Ik kan dat niet bewijzen, dat zeg ik er meteen bij. Maar Koninklijk Huisarchief, dat is een van de meest fantastische opbergplekken die je bedenken kunt. Dat is particulier, het valt niet onder de archiefwet. En daar kun je echt alles opbergen wat je wil, zonder dat er ooit een hanen kraait. En je kunt de dingen laten verdwijnen. Als je kijkt naar het Koninklijk Huis, hè, de familie is eigenlijk steeds kleiner geworden. Althans, de privileges die je hebt als familie. Dus bijvoorbeeld, dat is ook politiek. Prins Bernhard die zegt... Inmiddels, ik heb mijn carrière niet te danken aan mijn afkomst. Ik heb altijd overal voor moeten werken. En sterker nog, het is een nadeel dat ik de broer van de koning ben. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe het Koninklijk Huis om het kerngezin draait en in welke mate het een vertakking van families is die allemaal toch leven bij de gratie van het Koninklijk Huis? Ja, maar dat is allemaal afgedwongen. Dat begon al onder Piet de Jong in de jaren 70. Eerst hadden we natuurlijk een gebrek aan prinselijk materiaal. Hè. Wilhelmine had maar één dochter, Juliana. Maar Juliana met Bernard, die kregen drie kinderen. Nou, en dat ging ook lekker door. Dus we kregen er een hele zooi. Dat moest allemaal betaald worden. Dus toen heeft
De Jong, Piet de Jong, die was toen minister-president, gezegd van ja, dit gaat niet langer. Dit is ook niet meer te verdedigen naar de bevolking toe. Ja. Dit wordt gewoon veel en veel te duur. Nou, Juliana, woedend. Ja, dan, ik kan mijn kinderen, mijn kleinkinderen niet verdelen in A-prinsen en B-prinsen. Dat doe ik niet. Dus eerste en tweede categorie of eerste en tweede rang. En nou, daar heeft ze 10 jaar lang erover lopen steggelen. En uiteindelijk heeft ze dan toch moeten inbinden. Want als het over geld gaat, dan zijn ze echt heel fel. Daar heb ik al eens vaker wat over gezegd. En later onder Kok is het nog iets verder in geperkt. Dus onder Beatrix. En die heeft zich ook met hand en tand verzet. Maar je ziet het nu ook in Denemarken, daar in het Koningshuis. Daar dijt het ook uit. Er zijn er veel te veel. En die moeten dan allemaal uit de staatsdruif worden onderhouden. En ja, daar is geen draagvlak meer voor. In Zweden, idem dito. Ze doen het nu uit zichzelf. En in Engeland gaat het een beetje op natuurlijke wijze. Die Andrew die heeft zichzelf vanwege dat schandaal met... Ja, maar die heeft ook dat helemaal uitgemolken. Die is natuurlijk juist wel weer rijk en succesvol, omdat hij dat verhaal op Netflix vertelt. Nee, dat is Harry. Dat is Harry. Ja. Vergis me niet. Nee, maar Andrew die was vriendje met Epstein. Dat zedendelict... Maar dat is het gewoon een volger, toch? Die bedoelt dat, Andrew is de broer van... van de huidige koning. Oké. En dan nu heb ik hem weer op orde. Ja. Die is eruit gewerkt door Elisabeth nog. Want ja, dat tast het aanzien van het huis toch te veel aan. En een zedendelict, dat wil helemaal niet. En zeker niet als het met kinderen, of tenminste minderjarigen gaat. Een beetje hetzelfde als met Harry dus. Ja, en Harry heeft zichzelf een beetje onmogelijk gemaakt, dat weet ik niet. Maar die heeft zichzelf een beetje uit de markt geprezen met dat gedoe met die vrouw. Meghan. Met Meghan, ja. Je nieuwe boek heet De Toekomst van het Koningshuis? De Toekomst van de Monarchie. De Toekomst van de Monarchie? Met als subtitel van Willem de Eerste tot Willem de Laatste. Dus dat is jouw scenario ook, eigenlijk? Ja, en ik vind dat er toch de laatste tijd... Nou, Pechtold die begon ook al naar Willem de Eerste moeten... of Willem-Alexander moet er maar eens afgelopen zijn. Je begint toch steeds meer de laatste tijd... toch stemmen te krijgen die er tegen ingaan, die niet meer zo enthousiast zijn. De populariteit die daalt. Ik heb zelf veel over Bernard gedaan. Ik sprak laatst iemand van Nijenrode die zei van... Hij was bescherming van Nijenrode. Hij was ook een van de medeoprichters van de Business Universiteit. Maar nu gaan er toch stemmen op om zijn portret toch maar van de muur te halen. Want het is toch wel een boef. Oh, goh. Dus ja, nou, daar... En, er wordt maximaal opgehangen. Ja. Ja, ik heb toch zelf het idee als... Dan kom je van de regen in de drup, tenminste vanuit mij. Nou ja, goed, hij heeft wel een caravan op zijn stok. Ja. Ja, en dat is maximaal, heeft dat niet. En, nee. Maar ik denk zelf dat het best toekomst heeft als het zich dus weer vernederlandst. Ik denk echt dat dat losweken van het Nederlanderschap, dat de reden is waarom het enthousiasme verdwijnt. Er is heel veel behoefte aan het oranje gevoel, maar ze brengen het zelf eigenlijk niet veel in cultuur. En zodra ook de koning begint over dat hij bijvoorbeeld over de hygiëne in omgang met smartphones en tablets en zo, daar heeft hij het al zo over gehad in zijn kerstspeeches. Dan denkt iedereen meteen van, ja, dat is toch prettig dat hij dat zegt. Dus ik denk dat er heel veel draagvlak is als hij zich als een soort van vadertje staat toch gedraagt. Alleen dat doet hij nee, niet echt. Dus hij ondermijnt het zelf door zich niet meer op te stellen als een staatshoofd. Nou, in dit verband wel grappig. Ik heb pas het boek van Paul Bovendeert, staatsrecht geleerde, hoogleraar Nijmegen, gelezen. En dat gaat over de toekomst, ook over de toekomst van de monarchie. Of nee, het heet iets anders. Maar goed, de ondertitel is het Koningshuis toekomst bestendig. Nou, dan komt hij van, ja, het is een archaïsch instituut, het heeft zichzelf overleefd, dat stelt eigenlijk niet zo gek veel meer voor. Maar omdat er drie koningen zijn, of Emma was er, Wilhelmina, Juliana, Beatrix, hadden allemaal goede recensies, dan is het misschien toch wel waard om het voor te zetten. En dan denk ik ten eerste, nou ja, onder Emma en Wilhelmina waren er nog geen enquêtes, want daarop zal hij zich wel baseren, want anders kan hij dat niet weten. Onder de laatste twee koninginnen was dat wel zo.
En dan komt hij met allerlei voorstellen, terwijl hij dus eerst zegt van dat is een archaïsch instituut wat zichzelf heeft overleefd. Dan komt hij met een aantal voorstellen om het toch nog een klein beetje toekomstbestendig te maken. Onder andere ook het uitdunnen van de kern van het Koningshuis, ja. Omdat het te duur wordt en dan, ja. Dan krijg je te veel tegenstand vanuit de bevolking. Dat willen ze niet, dat is alleen maar lastig. En ja, nog een paar. Dat is ook eigenlijk niet te verantwoorden. Nee. En, dus, maar het dus een verbaasde, klein koninklijk huis, dat ja, lijkt me nog wat. Maar het verbaasde me zo dat hij eerst eigenlijk, dat ja. Hij ook weinig positiefs over al die, want dat vraag ik ook vaak aan mensen van, nou ja, ik ben monarchist, prima, niks op tegen. Maar vertel me één ding waar wij als Nederlander dankbaar voor moeten zijn, wat Juliana heeft gedaan voor het land, Wilhelmina, Beatrix, noem ze allemaal maar op. En dan, dan krijg je eerst een diep stilzwijgen en dan met Beatrix is het dan meestal, ja, maar ze was toch wel erg goed met die vuurwerkramp in Enschede en met de vliegtuigramp in de Bijlmer. Daar was ze toch maar. En dan zei, ja, maar dat is toch het hoofd van de staat, het staatshoofd, die behoort het toch te doen. Dat behoort tot het takenpakket. Het zou schandalig zijn als ze dat niet had gedaan. Nou ja, je zou ook nog kunnen zeggen dat onze koningen en koninginnen niet genoeg in staat zijn om die positie in te nemen en in te kleden. Dus dat vind ik ook. Kijk, we hebben bijvoorbeeld een minister-president die zich erg op de oppervlakte houdt in heel veel maatschappelijke situaties. Hij is eigenlijk meer een soort supermanager. Ja. Een manager van managers. En we hebben dus heel veel behoefte aan iemand die wel zich majestueus gedraagt. En de lintjes knipt en op beslissende momenten. Het oude Badgett, Walter Badgett idee. Ja, inderdaad. Die behoefte is er wel. Maar het is de vraag of hij in staat is om die functie te dragen. Het is ook een vrij leeg staatsmanschap, want hij, kijk, politieke macht heeft hij niet. Hij mag niks beslissen. Ja. Hij mag niks. Hij mag ook niks zeggen zelfs over een politieke kwestie. Hij moet absoluut zijn mond houden. Nou, maar hier gaan ook tegenargumenten op van een president. Hè? Dat kost ook heel veel geld. Die mag wel heel veel zeggen. Heb je dan niet meer aan een relatief leeg koninkrijk, wat je nog symbolisch gezien. Nou ja, het ligt maar functie ook kunt begrijpen. Nou, ja, bijvoorbeeld het Franse of het Amerikaanse model. Ja, ja, precies. Dat zouden wij niet willen, nee, denk ik. Nee, nee. Dus wij zouden. Maar het Duitse misschien wel dan. Ja. Het Duitse wel, of eventueel het Zwitserse. Dat bijvoorbeeld dat de ministers roleren. Het is ook gewoon een erebaantje. Je kunt ook een voetballer of een tennisster nemen, wat mij betreft. Maakt allemaal niet uit. Dat, ja. Maar ja, een president. In dit boek besteed ik er nog vrij veel aandacht aan. Van allerlei argumenten van, ja, maar de president is ook duur. Dan zeggen, ja, maar. Je hoeft nee, maar niet alleen duur, maar hij heeft ook macht. Ja, dus je bekritiseert hem, want je zegt van, ja, wat is het nou voor lege functie? Maar dat is juist ook wel weer te verantwoorden in een. Hij wordt gekozen. Hij is een democratisch gekozen iemand. Mm-hmm. En kijk, zoals als ik kijk naar Biden, die verdient, Joseph Biden, die verdient 4 ton in dollars per jaar. Jill, zijn vrouw, die krijgt niks, want dat is geen gekozen vertegenwoordiger. Nou, als je naar Maxima kijkt, die zit al gauw op 7 ton en dan nog een heleboel aan voor haar kleertjes en voor haar andere onkosten. Ja, voor de groene draak. En ja, dat is Beatrix. Dus ja, daar. Maar ja, wat je dus ook niet hoeft te doen, dat is te zorgen van, kijk, in het geval van Willem-Alexander, voor moeders wordt nog steeds gezorgd, dat is Beatrix. Als Klaus had geleefd, had hij ook veel geld gekost. Amalia, die gaat nu wel kosten, hoewel ze dan even er vanaf heeft gezien. Als ze gaat trouwen, moet die ook weer onderhouden worden door de staat. Dat telt nogal lekker door. En dan die enorme beveiliging die eromheen zit. Alles en iedereen moet beveiligd worden. Ja, dat zijn behoorlijke kosten. En die vind je dus niet terug in de begroting over het Koninklijk Huis. Die nee, maar wel in de begrotingen van presidenten. Maar ik fascinerend om jou hier dit verhaal weer te horen vertellen. We gaan je boek lezen. Maar het is nog niet uit. Dus hoe doen we dat? Eind mei? Eind mei komt het uit. En het de zal toekomst van de monarchie. De toekomst van de monarchie, ja. Als je dit een leuk gesprek vond, mensen, kijk dan ook het gesprek met Daniela Oog-Hiemstra. Want daar vertelt Gerard heel uitgebreid over de geschiedenis en de historische misstappen van Bernard. En dat is toch ook wel juicy om wat meer over te leren. Juicy stuff. Yes. Ja. Dank voor het kijken. En jij dank voor je komst naar Leiden weer. Ja, heel graag gedaan. Beste kijker.
Als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.